Het parlement is vandaag in openbare vergadering gestart met de debatten over de aanpassing van de wet arbeidsovereenkomst van bepaalde naar onbepaalde tijd. Ook de wet ontslagvergunning is meteen in behandeling genomen. De voorzitter van de commissie van rapporteurs, Patrick Kensenhuis, onderstreepte evenals tijdens de commissievergaderingen dat de aanpassing van de wet niet alleen voor werknemers, maar ook voor werkgevers voordelig is. Een casus die ik misschien ook kan aanhalen in dit kader, en daar vraag ik toch ook aandacht van de minister naar deze situatie, omdat we deze zaken moeten voorkomen, omdat daarvan ook gebruik is gemaakt. Maar misschien is het ook goed om aan te geven. De minister heeft in de openbare commissievergadering op basis van de statistieken die aanwezig zijn ook aangegeven dat wanneer we praten over die toepassing van die wet ontslagvergunning en wanneer mensen zeggen van misschien dat werkgevers worden beperkt, dat is het, heeft in feite het bestaan van de wet ontslagvergunning geen enkel beperking tot gevolg. Want we weten dat wanneer werknemers, wanneer het dienstverband op een bepaalde wijze beëindigd moet worden en de werkgevers handelen conform de wet, dat er geen vuiltje aan de lucht is. En we kijken ook naar de statistieken en dan zien we dat wanneer het gaat om ontslagen wegens dringende redenen, dat een aantal, dat de meeste ontslag aanvragen wegens dringende redenen, in het voordeel zijn geëindigd van werkgevers. Enkele parlementariërs wezen de regering erop dat er ook rekening moet worden gehouden met de huidige economische situatie, waarbij bedrijven hun deuren hebben moeten sluiten met als gevolg ontslagen. U weet dat wij als land in zwaar weer zijn komen te verkeren een aantal jaren terug, sociaal, financieel, economisch. We weten dus dat een aantal bedrijven zijn gesloten. We weten dat een groot aantal mensen hun baan hebben verloren. Veel mensen kijken nu uit naar een andere baan. Veel bedrijven hebben hun ontslagvergunning ingediend bij het ministerie van Onderwijs, bij het ministerie van Arbeid. En ik weet of die statistieken daarover gaan, maar ik ben toch wel geïnteresseerd wat de tendens is geweest in de afgelopen 4 jaar, voorzitter, en wat het beleid van de regering. En nou weet ik dat het natuurlijk niet het beleid van deze minister is, van ATM alleen, maar ik denk dat het voor de algemene oriëntatie, in ieder geval voor mij, toch wel heel dienstbaar is wanneer wij inzage hebben in de stroom, de tendens die zich heeft ontwikkeld vanaf 2014, 2015 tot heden, wanneer het gaat om kennelijk onredelijk ontslag. En dan hebben we, en daarom de vraag aan de voorzitter van de commissie of de regering, voorzitter. Zullen we niet een situatie krijgen waarbij op dit ogenblik het bedrijfsleven toch wel gebruik maakt van krachten om arbeidsovereenkomsten aan te gaan, maar meer van tijdelijk aard en weer dat te verlengen met tussenpozen. Hier wordt dat voorkomen. En uiteindelijk zullen we dan een situatie zien, omdat het bedrijfsleven de mensen sowieso geen vaste contract met de mensen arbeidsovereenkomsten gaat kunnen aangaan, dat men dan een situatie krijgen dat arbeiders gewoon geen job meer vinden. Raymond Sapoen en Aziz Goumar Gayadin vandaag in de Nationale Assemblée tijdens de behandeling van de conceptwetten arbeidsovereenkomst en ontslagvergunning.